jonge voetballers hebben de droom om ooit voetbalprof te worden. Een paar lukt dat ook. Een van de gelukkigen is Ilias El Gamartri uit Almere. Sinds 1 september is hij voetballer bij de Engelse voetbalclub Kidderminster Harriers. Ilias, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Ja, nou, jij hebt een hele bijzondere weg bewandeld. Want uh, ja, voordat je hier gekomen bent, daar gaan we het zo over hebben. Maar nu zit je daar een maand, hoe bevalt het? Het valt nu erg heel goed eigenlijk. Ik ben goed ontvangen hier en uh, ja, het is eigenlijk heel goed gegaan hier. Ja, want we praten nu in beeld uh, met jou voor de mensen die het op dit moment niet zien. Jij staat uh, ja, in het stadion, op het veld. Hè? Je hebt volgens het... mij ook gewoon het shirt aan van, uh, is dit het, ja, het shirt van ja. de Kinderminster Harriers? Ja, is de nieuwe kit van, uh, van de Harriers, ja. Ja, en wij zien het veld erbij liggen, nou, zoals we dat wel van tv kennen, hè? Die, die, die Engelse velden. Dat, dat om een, door een ringetje te halen. Um, ja, hoe, hoe leef jij daar nu op dit moment? Ik leef hier heel erg goed, eigenlijk. Het, uh, ik leef nu momenteel in een clubhuis samen met uh, vier andere spelers. Ik ben hier samen met twee andere Nederlandse spelers hier gekomen. En uh, voor de rest, uh, lekker elke dag aan het trainen. En uh, trainen, stellen en goed op je eten letten eigenlijk hier. Ja, laten we het even hebben over het traject wat jij hebt afgelegd. Want jij hebt in de jeugd gevoetbald, bij Waterwijk bijvoorbeeld ja, in ja. Almere, ook bij Sporting Flevoland. Um, ja, toen had je naar je kunnen kijken en denken, ja het, gaat wel, het is wel een goede voetballer, maar ja, echt een profcarrière zit dat er nou helemaal in. Hoe kan het dat jij nou toch op dat veld in Engeland staat? Nou, Ik droomde altijd uh, om profvoetballer te worden. In de jeugd heb ik, uh, zoals u heeft gezegd, ik heb bij uh, Buitenboys gespeeld, Waterwijk en Spotty Almere. Uh, destijds uh, was ik uh, als voetballer heel technisch, maar uh, fysiek was ik niet echt in, uh, in topconditie. Uh, ik kan uh, conditieën Een beetje te ja, dik, geloof ik. Ja, dat ook. Ik was een beetje te breed, ja. En, uh, dus ik ben uh, toen op mijn achttiende leeftijd ben ik uh, echt goed op mijn voeding gaan, uh, gaan letten. Ik heb ook uh, veel research gedaan van uh, hoe je moet trainen en uh, natuurlijk heb ik ook veel mensen uh, geconnect die mij eventueel zouden kunnen helpen bij uh, voeding en bij het fysieke gedeelte, het conditionele gedeelte en natuurlijk ook uh, heb ik een uh, mentale coach uh, eigenlijk ingehuurd en die mij zou ook helpen bij dit allemaal en uh, Naarmate ik steeds fitter, conditioneler werd en veel kilo's ben afgevallen, werd ik ook veel sneller, explosiever. Als voetballer, als voetballer destijds heb je echt veel conditionele dingen nodig in plaats van, kijk, veel, ik ken veel spelers die talent hebben, maar alleen met talent kan je niet uh, top, top bereiken eigenlijk. Nee, ja, ja. Ja, ja zo, zo ben je dus een betere voetballer geworden. Maar hoe kom je dan vervolgens in Engeland uh, terecht, dat je echt beroepsvoetballer wordt, profvoetballer? Ja, dat gebeurde toen ik, uh, ik speelde eerst bij, uh, dus na mijn transfer naar, uh, ben ik naar Jong Achilles gegaan, Jong Achilles 29. Die speelde toen uh, eerste divisie, dus best wel hoog. Uh, toen ze failliet gingen, ben ik, uh, mocht ik op stage bij KV Mechelen. Ik heb daar bijna vier weken stage gelopen, toen uh, op de laatste dag ben ik geblesseerd geraakt. En daarna ben ik naar KV Teiling gegaan. Dat is een uh, tweede klasse club. Daar ben ik uh, voor twee wedstrijden gebleven. En daarna ben ik uh, toen opgevallen door een uh, expovoetballer. Kenzo Bian. die heeft nu een eigen voetbalacademie in Amersfoort. En die heeft, die heeft tegen mij gezegd: van, uh, Kom even naar mijn academie. We gaan uh, elke dag volop trainen, van ochtends tot avonds. En uh, ik heb die kans gelijk gepakt. Ik ben samen met hem gaan trainen. In de ochtend tot, 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 tot en met de avond. Elke dag tot ik topconditioneel fit was en fysiek heel sterk en explosief was, eigenlijk. Ja, dus heb je zelf heel hard, hard aan, je, aan jezelf gewerkt, maar dan weet ik nog niet hoe je in Engeland bent terechtgekomen. Ja, uh, die, uh, ik heb een stage, ik heb een kans gekregen om hier op stage te komen. En uh, die kans heb ik gepakt en. Uh, nu zit ik hier. Ja, en dat is vijfde divisie, geloof ik. Hè? Of, uh, de Engelse, ja. uh, dat is even voor ons. Wij, wij kennen dat natuurlijk in Nederland niet zo met twee van die afdelingen. Maar de Engelse profcompetitie uh, uh, bestaat uit uh, uh, vijf divisies in totaal, geloof ik. Ja, vijfde niveau in Engeland. National League. Ja, wat, wat betekent dat nou? Met wat voor niveau in Nederland kan je dat dan vergelijken? Uh, dat is een goede vraag. Ik kan het wel, denk ik, wel vergelijken met de keukampioen. Ja, ja. Dat is eigenlijk gewoon wat Almere City speelt. Op dat niveau voetbal jij ja, in, uh, ja. in Engeland. Uh, nou wil ik natuurlijk wel ja, weten, ik ga even een brutale vraag stellen. Word je nou heel rijk? Ja. Uh, want uh, ja, dan gaan mensen voor 44 miljoen euro worden er verkocht in de Engelse competitie. Hoe zit dat bij jou? Uh, nou, mijn intentie eigenlijk is niet echt om uh, hier veel, veel geld te verdienen. Ik uh, probeer het beste uit te halen. Elke training, elke wedstrijd. Het geld komt wel daarna. Ja. Nou, nou, is het zo? Uh, jij uh, komt uit Almere buiten, je familie woont daar ook. Nou, zit je dus in uh, Worcestershire. Uh, ja, dat is natuurlijk ja. een heel eind van huis. Mis je ze al een beetje? Nou, ik heb elke dag nog contact met mijn ouders. Mijn vrienden, die, heb ik, uh, die bel ik elke dag via FaceTime. Uh, ja, natuurlijk, ik mis ze zo erg, maar uh, van nu is die Bekele hier in Engeland. Even wikkelen, ja. Want, want uh, hoe, ja. Zijn, hoe zijn die wedstrijden? Ik bedoel, uh, is, dat, uh, is dat echt? Heb je dan het gevoel ik heb mijn droom nu waargemaakt? Um, ik heb mijn droom nog niet waargemaakt, maar het is wel een stap om om nog hoger eigenlijk te komen in Engeland. Ja, nou, nu zit er geen publiek op de tribune bij de wedstrijden. Ook uh, nee, in Groot-Brittannië nee. mag dat niet. Daar zijn ze misschien nog wel strikter dan hier in Nederland. Uh, ja, hoe, lossen ze, wat, wat, hoe is dat dan toch om in zo'n Engelstadion te zitten? Denk je dat je het mist dat, dat er geen publiek zit? Nou, ik mis natuurlijk wel de toeschouwers. Natuurlijk, zonder fans is er eigenlijk geen voetbal. Maar natuurlijk, de fans die uh, bekijken de wedstrijden nu via een livestream. Dus uh, ja, op zich. Ja. ja, dat wel goed eigenlijk. Ja, maar goed, de Engelse voetbal, voetbalcultuur is natuurlijk heel apart. Hè? Met, met, met altijd dat, dat zingen altijd van supporters op de tribune. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel doodzonde dat het nu niet kan. Ja, helaas ja. ja. Hey, uh, Elios, ja. ja loopt er al een kind, denk je, uh, rond met een uh, met een shirtje van jou? Met jouw naam op de achterkant? Um, ja, dat is een goede vraag. Um, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. Ja. ja, want we hebben nog helemaal niet gehad. En misschien over... wel ja. ja. Op welke positie speel je? Ik ben een rechtsbuitenspeler, maar ik kan ook uh, op links spelen. Ik ben een dreigende speler. Ik, ik hou van één op één acties mm -hmm. en naar, naar binnen snijden en schieten eigenlijk. Ja, maar is dat wel Engels? Want die uh, knallen toch alle ballen naar voren, of is dat niet meer? <laughs> dat is bij ons in het... bij ons is dat echt is dat niet eigenlijk zo, is eigenlijk. Veel In de voeten wordt er veel gespeeld. Ja, en verzorgd voetbal, hè? Ja, ja. Ja, voetbal. En natuurlijk, fysiek uh, gaat hij hier echt heel hard aan toe. Ja. 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 Nou, wil jij heel graag nog een boodschap uh, meegeven hè, aan, uh, aan jonge voetballers? Ja, ja het, uh, voor jonge voetballers. Wat ik heb gemerkt uh, deze tijd: uh, veel spelers die hebben heel veel talent. Maar, maar, alleen talent gaat, maar alleen met talent is het lastig om eigenlijk door te breken in het betaalvoetbal, omdat er veel. Je moet atletisch zijn als voetballer zijn. Dus je moet conditioneel fit zijn, je moet mentaal sterk zijn in je hoofd. En natuurlijk speelt voeding ook een grote rol, waar je ook heel erg rekening mee moet houden. Dus eigenlijk wat ik wil meegeven aan spelers, is besteed ook tijd aan je lichaam eigenlijk. Dus voeding, fysiek, conditioneel, moet je allemaal top fit zijn om echt professioneel voetbal te zijn. daar ligt een beetje het geheim, dat heb jij eigenlijk laten zien. Ilias, daar ligt dus een beetje het geheim wat je net vertelde. Daar ben jij eigenlijk wel het goede ja. voorbeeld van. Uh, dat je door op dat soort dingen te letten heel ver kunt komen. Ja, de juiste mensen moet je eigenlijk om je heen hebben die jouw doel willen, die jouw doel willen helpen eigenlijk. Om ja. jouw doel te bereiken. Nou, zo'n mooie boodschap die je meegeeft. Uh, wanneer uh, moet je weer spelen? Uh, ik hoop deze zaterdag. Als er uh, geen coronabesmetting uh, komt weer. Ja, dus uh, vooral binnen blijven. Ja. Uh, tegen wie spelen jullie dan? Uh, dat moet ik nog even kijken. <laughs> ja, Oké, okay, je hebt nou, nog ik geen op. bespreking ja. gehad. <laughs> Heb jij nog een droom, ja. dat je nog uh, voor Almere City wil gaan spelen in de toekomst? Uh, Jazeker, Almere City is wel een club waar ik naar opkijk ja, om nou. voor te spelen. Nou goed, we hopen je hier dan uh, in het Janmar-stadion ook een keer te kunnen zien spelen. Uh, voorlopig ja. Uh, ja, moeten we dat misschien uh, op uh, allerlei andere kanalen zien. Ilias El Gamartri uit Almere, yes. die dus nu uh, de sterren van de hemel gaat spelen, bij Kidderminster Harriers in Engeland. Dankjewel.